In het begin, toen God de hemel en aarde schiep. Toen hij elk levend wezen schiep, zowel groot als klein dat in de zeeën leeft. En elke soort gevleugelde vogel, vee, kruipend wezen, elk dier en alle schepsels in het wild. Was Jezus daar. Toen God de mensheid schiep, mannelijk en vrouwelijk, naar zijn beeld. En toen hij hen zei vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen, was Jezus daar. Jezus was bij God en hij was God en niets werd zonder hem geschapen. Toen de eerste man en vrouw door de slang werden misleid en God ongehoorzaam waren, kwamen zonde en dood in de wereld en werd de mens van God gescheiden. Maar God beloofde dat een kind geboren zou worden dat de kop van de slang zou verpletteren. Dit kind zou Jezus zijn. Na een tijd sloot God een verbond met een rechtvaardige man genaamd Abraham. Hij beloofde dat Abrahams toekomstige nakomeling elke natie op aarde zou zegenen. Deze nakomeling zou Jezus zijn. Vele jaren gingen voorbij. Toen sprak God door zijn profeet Jesaja en zei: uit een maagd zal een kind geboren worden. En zijn naam zal wonderbaarlijke raadsman, machtige God, eeuwige vader en vredevorst genoemd worden. Op de vastgestelde tijd bezocht de engel Gabriel een maagd genaamd Maria en vertelde haar dat ze zwanger zou worden door de kracht van de Heilige Geest. Het kind zou de Zoon van God genoemd worden. Maria bracht het kind ter wereld en noemde Jezus, zoals de engel had opgedragen. Er verscheen ook een engel aan herders die 's nachts hun kudden hoeden. En deze vertelde hun dat er in Bethlehem een verlosser was geboren. De herders vonden het kind gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, werd hij met water gedoopt door een man genaamd Johannes. En de geest van God daalde als een duif op Jezus neer. God sprak vanuit de hemel en zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb. Jezus onderwees over God met wijsheid en inzicht. Hij genas de zieken, voedde de menigte, dreef demonen uit en wekte zelfs de doden op. Jezus deed al deze dingen uit liefde om mensen terug te wijzen naar God, zijn Vader, de schepper van alles. Maar zijn eigen volk verachtte hem. Hij werd zonder reden gearresteerd, bespuugd en geslagen. Een kroon van doornen werd op zijn hoofd geplaatst. Toen de Romeinse overheden Jezus vrij wilden laten, wees zijn eigen volk hem af. Ze zeiden dat hij aan een kruis moest worden genageld. Daarom veroordeelde Pontius Pilatus, een Romeinse stadhouder, Jezus tot de kruisiging. Jezus werd gedwongen zijn kruis de heuvel Golgotha op te dragen. Zijn handen en voeten werden aan dit kruis genageld en hij werd achtergelaten om naast twee dieven te sterven. Maar zelfs terwijl Jezus aan het kruis hing, riep hij naar zijn Vader in de hemel om degenen te vergeven die hem dit hadden aangedaan. De lucht werd donker en nadat Jezus veel uren aan het kruis had gehangen, zei hij: het is volbracht. Toen boog Jezus zijn hoofd en blies zijn laatste adem uit. Hij had zijn bloed vergoten voor de zonde van de mensheid. De aarde schudde en de tempelvoorhang scheurde in tweeën. Zijn lichaam werd van het kruis gehaald, in linnen gewikkeld en in een graf gelegd. Er werd een grote steen voor de ingang gerold en Romeinse bewakers hielden de wacht. Maar op de derde dag rolde een engel steen weg. Jezus was opgestaan uit de dood. 40 dagen lang verscheen hij aan degenen die hem volgden en zijn naam aanriepen. Jezus leerde zijn volgelingen over het koninkrijk der hemelen en zei dat ze niet bang moesten zijn.
maar dat ze alles moesten vertellen wat ze hadden gezien en gehoord. Jezus zei dat iedereen die gelooft en zijn naam aanroept, gered zal worden en een kind van God genoemd zal worden. Toen steeg Jezus op en keerde terug naar zijn hemelse Vader. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon, Jezus, gaf. Zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Jezus niet naar de wereld gestuurd om haar te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden. Jezus zei dat hij de enige weg terug naar God is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot God de Vader, de schepper van alles, komen, behalve door hem. Het geschenk van God is eeuwig leven door zijn Zoon Jezus. Maar degenen die niet geloven, zullen veroordeeld worden omdat de straf voor zonde en wangedrag de dood is. We hebben allemaal gezondigd en kwaad gedaan en Jezus heeft aangeboden om al onze zonden te vergeven. Er is geen zonde die hij niet kan vergeven, maar we moeten het wel van Jezus vragen. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen zich bekeert. We moeten zijn naam aanroepen en met heel ons hart in hem geloven. En tot op vandaag moet deze boodschap van Jezus gedeeld worden met iedere persoon en natie in de hele wereld. Jezus zal terugkomen en op die dag zal de lucht donker worden, vuur zal uit de hemel vallen en de aarde zal trillen. De wolken zullen uiteengaan en Jezus zal terugkeren met kracht en grote heerlijkheid. Hij zal de hemelse legers leiden en ook de hele wereld oordelen. Degenen die Jezus hebben aangeroepen zullen de hemel binnengaan en voor eeuwig bij hem zijn. Hij zal alles nieuw maken. Hij zal alle tranen, verdriet en schaamte wegvegen. Maar degenen die zijn naam hebben verworpen en die niet in hem hebben geloofd, zullen voor eeuwig veroordeeld worden. Jezus zei: smal is de poort die naar het leven leidt, maar wijd de poort die naar het verderf leidt. Nu moet je beslissen: wil je met een gelovig hart in de Heer Jezus Christus geloven en dit gratis geschenk van verlossing aanvaarden? Of ga je je afwenden en hem afwijzen? Je kunt Jezus nu aanroepen. Beleid je zonden en je zult vergeving ontvangen. Geloof dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt en je zult gered worden. Je zult een kind van God worden. Volg Jezus voortaan elke dag en deel deze boodschap met anderen, zodat ook zij kinderen van God kunnen worden. En samen zullen we zeggen: kom, Heer Jezus. Elk woord van dit verhaal is waar, zoals geopenbaard in Gods heilige boek, de Bijbel. Je kunt direct samen met ons bidden voor je verlossing. Lieve God, ik belijd dat Jezus Heer is. Ik geloof dat hij uit een maagd werd geboren, aan het kruis stierf voor mijn zonde en op de derde dag opstond uit de dood. Vandaag belijd ik dat ik tegen u gezondigd heb en ik kan niets doen om mezelf te redden. Ik vraag u om mij te vergeven en ik vertrouw alleen op Jezus. Ik geloof dat ik uw kind nu ben en dat ik de eeuwigheid met u zal doorbrengen. Leid mij elke dag door uw Heilige Geest. Help mij om u lief te hebben met heel mijn hart, ziel en verstand en anderen als mezelf. Dank u voor mijn redding door het bloed van uw Zoon Jezus. In de naam van Jezus bid ik. Amen.